Я здесь живу. Тут спит моя бабушка и две сестры. А здесь сплю я. Здесь я делаю поделки или рисую, там, делаю уроки. Het huis van Dalimer is eigenlijk helemaal niet bedoeld om te wonen. Het is een cruiseschip, de linker van de twee die je hier ziet. Toen Oekraïense vluchtelingen naar Nederland kwamen, waren er snel veel opvangplekken nodig. En dat is hier in Arnhem zo opgelost. Dalimer is 9 jaar en komt dus uit Oekraïne. Zijn favoriete hobby's zijn judo en worstelen. In de zomer speelt hij het liefst met vrienden, met Misha bijvoorbeeld. En het volgen van de Nederlandse lessen in de zomervakantie, daar heeft hij het minste zin in. Inmiddels kent Dalimer alle plekjes van het schip wel. Met Misha is hij het vaakst deze zomervakantie. Die woont ook op het schip. Maar ze vinden het allemaal wel een beetje saai. Maar meestal zitten ze binnen en daarom mist Dalimer dit enorm. De zomers in de natuur thuis. Het is Oekraïne, zuster. В Украине там у меня все родные, там мой дом. Я там всегда катался с друзьями на великах, мы ходили на речку, купались там, ходили на рыбалку. Ze proberen er toch het beste van te maken. Een beetje spelen in de speelhoek. Часто не словил. Rondjes lopen of rondhangen op het dek. Тут люди обычно, когда жарко, загорают. Maar de jongens zijn natuurlijk vooral heel blij dat ze op een veilige plek zijn deze zomer, hier in Arnhem. Пока, хорошего вам лета!